Hoe gaat het Groningen voetbalfans? Zullen we het hebben over de geweldige wedstrijd van zondag in Euroborg? Hier is je vriend die de Northern Pride vibe rechtstreeks naar je fiets brengt. Maar voordat we in dit verhitte debat duiken, vergeet niet een hattrick te scoren door je te abonneren op ons nieuwskanaal, hè? Weet je, als je een echte fan bent, is dit de plek die je niet mag missen. De inzet was hoog. Groningen nam het op tegen Willem 2 en aan felheid op het veld en een emotionele Euroborg geen gebrek. De eindstand? Een eervol 0-0 gelijkspel. Maar dat wil niet zeggen dat er geen spanning was van begin tot eind, met een aantal debutanten die lieten zien dat ze rood bloed door hun aderen hebben stromen. Over debutanten gesproken, voelde de opwinding. Christian Lien betrad voor het eerst het veld in Eureborg in ons teamshirt. Kun je je de adrenaline stoot voor hem voorstellen? En kijk, Noam Emeran liet ook zien wat hij in zijn mars heeft en kwam in het veld als invaller voor onze trots van het noorden. Nu komt het huiveringwekkende gedeelte. Groningen liet vanaf het begin zien wie de baas is, zette Willem II onder druk en bracht de fans op de Noordtribune in een delirium. Trots pulserende, ijzingwekkende vibes. De jongens gaven alles, lieten de verdediging van de tegenstander dansen en hadden zelfs kunnen scoren als de scherpe voorzetten van Rente en MTT het net hadden gevonden. Natuurlijk was het niet makkelijk voor ons team, Willem II liet ook zien wat het in huis had. Maar onze muur hield stand en de kansen bleven niet onopgemerkt. En wat te denken van dat moment waarop onze mid voor Peersman de pas gaf die het doelpunt van de wedstrijd had kunnen zijn? De voorzet ging rakelings langs Postema, maar het doelpunt wilde nog niet vallen. De strijd ging verder, Van Veen vond bijna het net, maar de keeper van de tegenpartij stond op zijn tenen. In de tweede helft bracht het inbrengen van Paulos Abraham meer vuur in de wedstrijd, een Duitse uitrap, een corner bij de tweede paal, toen zagen we de trots van het Noorden brullen. En we mochten onze debutanten niet vergeten... Christian Lien en Noam Emeran kwamen in het veld om de spanning aan het einde van de wedstrijd nog verder op te voeren. Er was spanning tot de laatste seconde, maar het doelpunt bleef uit. Een dapper gelijkspel, meer dan 90 minuten pure passie voor FC Groningen. Nu is het aan jullie, fervente fans. Vertel ons in de comments wat je van deze geweldige wedstrijd vond. En vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren op ons kanaal om de Groningen familie te versterken. Tot de volgende wedstrijd op het veld, want wij zijn de trots van het Noorden, een wedstrijd die nooit stopt.